In 1962 ziet Staatsalting de zwarte Opel-kaptein op de automarkt op het Damsterdiep in Groningen. Het is meteen liefde op het eerste gezicht. Voor mij wel, maar voor die eigenaar worden van weg nooit. En die willen al geld hebben, maar dat wil ik niet. En we hebben net van een loopwest. Dat ik kreeg een plis, kreeg een liek om liek. Ja. Ik kom nooit in een garage als het er niet ziet met verplichte keur. Maar voor reparatie is er nog nooit in een garage geweest. Nog nooit. Al die jaren doet Alting dus het onderhoud zelf. Dat is ook wel een vereiste, want zo'n oudje heeft flink wat aandacht nodig. 2 weken geleden begaf de motor het nog. Maar voor Alting is dat geen enkel probleem. Binnen een paar dagen liep het oudje weer als een zonnetje. Volgend jaar om deze tijd rijdt de Musselkanaalster er precies 50 jaar in. Hij weet nog goed wat hem toen in de Opel-kaptein aantrok. Ik heb altijd mijn zin gezet op auto met lange vuursnoeren. Nou, een de heren. En die zei, ik zou in Grunnen zeggen, kom staan. Ja. De kaptein was het eerste model dat na de Tweede Wereldoorlog in 1948 weer van de band kwam. In 1969 stopte Opel met de productie van de kaptein. De auto van Alting is van 1952. Opmerkelijk is dat alle onderdelen nog origineel zijn. Maar ik ging altijd alles werkt. Kijk, ze werken ook nog. Hij nog net geen stroom genoeg. Ja, alles werkt. Maar mag hij nog wel op de weg? Jawel, hier wel. Ja, maar mijn Duitsland nog. Dan mag ze niet meer gebruiken. Hier wel. Of steek ze hier ook gewoon naar, maar er is geen wet van. Ja, dat doet niks over.